Ja, soms is voetbal heel mooi, maar soms is voetbal ook ontzettend vreed. En ja, deze kant, die laatste, die vrede kant, die moeten we op dit moment ervaren. En dat is ontzettend hard. En daar moeten we mee omgaan, dat zullen we moeten verwerken. En dat zal niet makkelijk zijn, maar ja, dat zal toch moeten. En moet je natuurlijk zeggen dat we een fantastisch Champions League seizoen hebben gespeeld. Als je op, 25 juli begint in de voorronde van de Champions League. En je bent er op 8 mei nog steeds bij. En je staat op 1 seconde na, sta je in de finale. Ja, dan verdient deze ploeg een heel, heel groot compliment. En ik denk dat je dat ook van vandaag kunt zeggen. Ik denk dat je dat ook zelfs kunt zeggen van het tweeluik. Dat we gestreden hebben voor elke meter. Dat we bij vlagen ook goed gevoetbald hebben. En natuurlijk hebben we ook fouten gemaakt. Want uiteindelijk, als je met 2-0 voor staat, dan moet je zo'n wedstrijd over de streep trekken. En dat hebben we niet gedaan. Maar all over ben ik zo ongelooflijk trots op deze ploeg, op deze spelers. Dat ze dit gebracht hebben op de ontwikkeling van het team. Op de ontwikkeling van heel veel individuele spelers. Dat is ongelooflijk en ongelooflijk mooi om te zien dat het zo tot stand is gekomen. En we hebben gewoon een fantastische race gehad. Zowel uit, maar zeker ook thuis, samen met onze fans. En ik vind het ook ongelooflijk bitter ook voor onze fans dat we het niet hebben kunnen waarmaken. Dat we de finale niet hebben kunnen bereiken. En dan moest ik ook een groot compliment geven. Die teleurstelling, dat voelde je duidelijk, die moesten hun ook wegslikken. Maar hoe ze daarna zich weer hebben opgericht en de ploeg alle credits gaven en geapplaudisseerd hebben. Dat is een steun in de rug. En daarvoor willen wij ze natuurlijk terugbetalen. En daarom zijn we ook natuurlijk verplicht aan onszelf, aan Ajax, maar zeker aan onze fans, om ons op te richten en zondag er te staan. Dankjewel.